allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable video. En het is weer woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer is er een nieuwe race, maar het is niet een race zoals we die kennen op Star Stable. Want meestal zijn er dan wel nieuwe races en dan zijn het gewoon wat hindernissen. Maar nu is het echt een aparte race met nieuwe obstakels. Dus ik ben echt super benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ik ga jullie wat vertellen over de nieuwe ponies die volgende week uit gaan komen. Want ik heb een foto met alle ponies en alle kleuren, ja, die volgende week nieuw op Star Stable gaan komen. En ze zijn super schattig. Dus goed, heb jij heel erg veel zin in deze video, net zoals ik, dan weet je vast al wat je moet doen. Een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. En ik zit vandaag op P-Spot, want jullie hadden gestemd dat ik op P-Spot moest gaan rijden. En ik ben gezellig samen met mijn konijntje. En waar we naartoe moeten gaan is vlakbij de rijhal van Silverkleed. Ik weet niet precies hoe het daar ook weer heet. Oh ja, de Silverkleed Wijngaard. Daar gaan we naartoe, want daar heb je een soort van rijbak. En daar heeft Star Stable nou dus de nieuwe race neergezet. En de naam van die nieuwe race, of de soort race, is Working Equitation, als ik het goed uitspreek. En dat is een bepaalde tak van paardensport, dat je obstakels met je paard gaat overwinnen of zo, als ik het goed zeg. En dat hebben ze nou dus ook op Star Stable gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat we precies allemaal gaan krijgen. Maar goed, ik ga lekker de paardentrailer pakken, want ik ben te lui om dat hele eind te gaan lopen. Want het is echt super ver weg. Even kijken, waar zal ik... Oh, waar zal ik naartoe gaan? Kijk trouwens mijn konijn hier zo in dat stro zitten. Oké, ik ga denk ik maar naar het landhuis van Silverkleed. Volgens mij zit dat een beetje dichtstbij. Ik ben echt mega benieuwd naar de race. En de ponies waar ik het aan het begin van de video over had, die komen dus volgende week in de update. En, oh, we horen even de paardentrailer. En meestal als Star Stable nieuwe paarden uitbrengt, dan brengen ze er eerst 3 uit en over een maand weer 3. Maar nu denkt Star Stable, huppakee, we gooien ze gewoon allemaal tegelijk in. We krijgen volgende week gewoon iets van 6 of 7 nieuwe paarden. Ja, ponies dan tegelijk op Star Stable. Dus we hebben heel veel keus. Maar goed, dat ga ik straks vertellen. We gaan eerst even een nieuwe race doen. We gaan richting het gele uitroep. Ah, daar ging ik bijna alweer tegen die kant aan knallen. Oh, volgens mij ga ik de verkeerde kant op. Want we moeten naar die rijbak daar. Maar ik ga helemaal verkeerd. Want volgens mij kom ik nou uit bij die tuinen dinges. En ik moet niet naar de tuin. Of kan ik hier nog naar links? Nee, poep. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Oh, volgens mij kan ik hier nog naar links. Oké, ja. Dan moet ik via die brug en dan ben ik er. Oh ja, trouwens, het is nog wel leuk om te vertellen. Want ik krijg heel vaak de vraag van waar koop je dit setje met die trui en dat dekje. En waar koop je P-Spot? Nou, ik heb heel toevallig volgens mij 2 jaar geleden een video gemaakt waarin ik dit setje koop en P-Spot. Dus die video zal ik even in het i'tje zetten. En dan kan je dus precies zien waar ik dit setje heb gekocht. En tadaa, hier is de nieuwe race. En je kan al gelijk zien, het is hier super druk. En oh, kijk, kan ik weer iedereen uitschakelen? Want die staat weer zo'n oogje. Ja, iedereen verdwijnt weer. Oh, dat vind ik gemeen. Ineens gaat iedereen weer weg. Hoe kan ik dat weer uitzetten? Hallo? Oké, ja, ik wil even eventjes iedereen zien. Oké, hallo Jelena. Wat ga je ons vertellen? Jij bent Zoe, toch? Ik heb van je gehoord. En dat is dan P-Spot. Weet je al wat working equitation is? Sommigen noemen het ook wel een rijstijl. Ruiten en paard moeten goed samenwerken in een parcours vol hindernissen. Oké, bla 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 bla. Nou, ze gaat allemaal uitleggen wat het is. Nou, dat heb ik jullie net al verteld. Voltooi de proef in working equitation in Silverkleed. Oké, wat gaan we krijgen? Tantadam. Hé, nog meer P-Spotten. Zagen jullie dat? En ineens kwamen er 3 dezelfde ponies of zo. Oké, daar gaan we. De eerste hindernis. Ja, maar waar moet ik nou heen dan? Ah, naar rechts. Ik dacht dat ik naar links moest. Oké, het is gewoon zeg maar een race. Zo te zien. Ik dacht, misschien moeten we van ons paard afstappen of zo. Maar dat kan altijd nog wel komen. Ah, wat is dit? Waarom gaat het ineens hier zo de andere kant op? Oké, weet je, ik ga gewoon die mensen hier volgen. Want die gaan gewoon dezelfde kant op. Oké, dit is wel echt eventjes heel moeilijk. Oké, rechtdoor door die plantenbakken heen. Ik ga jullie inhalen. Doei. Oké. Wow, nee. Wat is dit? Wacht, ik zet toch eventjes iedereen uit. Want ik kan niet zo goed zien waar ik heen moet. Oké, we gaan hierheen. Wat is dit? Dit is wel echt lastig. Maar ik dacht, misschien moeten we van ons paard afstappen of zo. Maar dat gebeurt tot nu toe niet. Hé, een brug. Oh, dat is wel cool. Oké. Goed opletten waar we naartoe moeten. Dit is heel goed voor degenen die nu kijken. Dan kan je alvast een beetje... Wow, zagen jullie dat? Die stroombaal. Maar wat ik wilde zeggen, deze video is heel goed voor jullie. Want dan kunnen jullie gelijk even zien hoe het nieuwe parcours eruit ziet. En hoe je deze moet afleggen. Want hij is toch best wel moeilijk. Hé, een belletje. Hij maakt ook een geluid van een bel. Wat leuk. Oké, nu gaat het wel goed. Ja, kijk, ik heb de hindernis gesloopt. Dus ik kan er gewoon... Oh, oeps. Ik wilde er langs heen rennen. Ah, oh, waarom is dit zo moeilijk? Oh, wel goed trouwens dat mijn paard hier XP voor krijgt. Want hij is nog niet level 15. Oh, nu gaan we over de brug heen. Hoppatee. Nou, dat was niet zo heel moeilijk. En is dit het einde? Nou, kijk, dat heb ik even goed geraden. Je hebt de race succesvol afgesloten. Goed gedaan. Oké, ik ben heel benieuwd. Hoeveel geld kreeg ik hier ook alweer voor?
Ik hoop dat we hem eigenlijk nog een keer kunnen doen, want ik wil hem nog een keer oefenen. Wat was mijn tijd eigenlijk? Want ik heb het helemaal niet gezien. Jee, mijn paard heeft XP. Ik kan niet zien welke tijd ik had neergezet, want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Oh, jawel. 1 minuut 20. Oké, welke tijd had jij? Laat het even weten in de reacties. Oké, nu wil ik weer eventjes iedereen zien. Oké, ja, het is redelijk rustig, dus dan kan ik hem nou nog een keertje doen. Oké, we gaan hem nog één keertje doen. En nu probeer ik een snellere tijd neer te zetten. Het zou leuk zijn om onder de minuut te komen. Laat even weten in de reacties of jou dat is gelukt. Dat wordt de challenge van deze video. Probeer de races 1 minuut te halen. Ik ging toch wel door de hindernis heen. Ik dacht even dat het fout ging. Oké, ja, nu weet ik al een beetje hoe ik moet lopen. Dus kijk, dat scheelt al. Langs die pionnen, dan moest ik volgens mij door de plantenbakken heen. Oh, nee. Hij is gecrashed. Kom op, P-Spot, je moet het nog heel even doen. Oké, ja, dit gaat goed. En nou moesten we hier zo'n gekke draai maken. Oké. Ja. Dit is eigenlijk een beetje een soort van de slalom die je bij Marley hebt. Ah, niet weer. Dit is raken alle. Oké, go. 28 seconden. Oké, kom op, paard, dit kunnen wij. Nou moeten we over die strobaal. En nu hoop ik dat we niet weer over die strobaan moeten. Nee, oké. Okay. Nou, waarom knal ik steeds tegen die dingen aan? Oké, die kant op. Oké, dit gaat goed. Nu gaan we langs die bel. Kijk, ik heb toch nog wel een beetje een goed geheugen opgebouwd loop de jaren. Hop, thee. Door de bel. Oh, niet naar rechts paard. Oké, nu moeten we weer over die strobaan. Als het goed is. Ja, oké. Oh, Nee, ging ik nou verkeerd? Nee, ik ging verkeerd. Nee, kijk, en nu ben ik al over de minuut heen. Huh, maar welke kant moet ik dan op? Huh? Nee, dit kan je sowieso... Oh, ik moet gewoon dat Friese paard daar volgen. No, dit kan je sowieso niet in 1 minuut doen. Oké, ik ga het echt nog 1 keer proberen, maar dan ga ik het niet filmen. Dan wil ik het gewoon echt in 1 minuut doen. Oh, 1 minuut 17. Ik ben gewoon net zo snel als net. Nou, poepsooi. Ik wilde sneller zijn. Oké, ik ben nou voor de 3e keer dus bezig en ik zit op 45 seconden. Dus volgens mij gaat het goed. Ik heb hem bijna in 1 minuut. Oké, nu moet ik goed opletten, want hier ging ik net fout. Nee, ik haal het sowieso niet meer in 1 minuut. Oké, nou hierheen. Ah ja, kijk, waar moet ik heen? Oh, waarom moet ik ineens hierheen? Ah, daar gaan we. 1 minuut 7, 1 minuut 8, 1 minuut. Oeh, 1 minuut 9, nog net. Oh, dus 9 seconden en dan had ik hem gehaald onder 1 minuut. Oké, het is toch echt best wel lastig. Of het komt misschien omdat mijn paard onder de level 15 is en super boos. Laat echt in de reacties weten of het jou was gelukt om deze race te doen. Oh, hij was wel moeilijker dan ik dacht. Maar, oh wacht, ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik vond het wel leuk dat dit een keer een race is die wat anders is dan normaal. Want heel vaak heb je races en dan heb je gewoon hindernissen en dan moet je wat springen en doen. Maar nu zijn het elke keer wat andere obstakels. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ja, deze race die blijft trouwens voor altijd staan. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Hij is niet tijdelijk. Hij blijft gewoon altijd staan. Dus als je nu geen starrider bent, dan kan je hem altijd nog spelen. Oké, ik ga jullie wat vertellen over de nieuwe ponies. Maar daarvoor ga ik even naar de rijhal. Ik heb eigenlijk geen idee waarom ik naar de rijhal ging. Maar dat vind ik gewoon een mooie plek. Want hier heb je ook hindernissen staan. Maar oké, de nieuwe ponies. Ik ga jullie de foto laten zien. Deze foto heeft Starstable ook gedeeld op Twitter en Instagram. En kijk, tadaa! Dit zijn de nieuwe ponies die volgende week woensdag uit gaan komen op Starstable. En ze komen allemaal tegelijk op het spel. Dus het is niet zo dat die eerste 3 dat die volgende week komen en die andere komen pas een maand later. Nee, ze komen allemaal tegelijk. En nou moet ik het wel goed zeggen. Ze kosten 750 of 850 starcoins. Dat weet ik even niet zo goed meer. Maar dit zijn dus de nieuwe ponies. En oh, ik vind ze zo mega schattig. Welke moet ik gaan kopen? Zal ik daar misschien een poll over gaan maken? Of ik deze halflinger moet kopen? Dan die bruine, die zwarte, die lichtbruine. Dan die zwart gevlekte. Volgens mij heet dat Overo. Of die donkerbruine. Die lijkt wel een beetje op Uraya. Maar welke vinden jullie het mooiste? Laat dat ook zeker weten in de reacties. Ik weet echt nog niet welke ik volgende week ga kopen. Ja, anders laat ik het misschien jullie wel bepalen. Ik vind die Haflinger kleurige wel heel erg mooi. Want ik heb nog geen Haflinger. En ik wil eigenlijk altijd al een Haflinger kopen. Dus ik dacht, oké, misschien ga ik die dan wel kopen. Maar ik vind die lichtbruine met zwarte manen ook heel erg mooi. En eigenlijk die ene met dat mooie blesje vind ik ook heel erg mooi. Dus ik kan niet kiezen. Ah! Maar goed, we hebben nog een week de tijd om na te denken over welke we gaan kopen. Mocht je nou ook gelijk een leuke naam weten, laat het dan zeker weten in de reacties. Oké, ja, ze gaan 750 starcoins kosten. Ik had het even voor de zekerheid opgezocht. Oké, ik ben mega benieuwd. Welke gaan jullie kopen en welke moet ik kopen? Laat het weten in de reacties. Oké, en ja, dan was dit eigenlijk de update van deze week. En ook deze keer was de update best wel klein. Maar goed, dat maakt niet uit, want alsnog was het leuk. En ik had natuurlijk een superleuk nieuwtje over die mooie ponies. De Godsland ponies, als ik het goed uitspreek. Die komen volgende week, daar heb ik mega veel zin in.
Abonneer op mijn kanaal en doe het belletje aan. Dan krijg je gelijk een melding zodra die video online staat. En ja, voor nu wil ik jullie echt super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke update video vonden. Ondanks dat hij dus wat kleiner was. Goed, doe een duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de video van volgende week. Waarin ik een nieuwe pony ga kopen. Woe! Doei doei!